Hallo kijkers van Shine Sprites, wat mij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Rondje. Die heet op... Lekkering. Zeker lekkering. Ja, ik had gewoon Nando's intro, joh. Ja, zoals het hoort. Ik denk dat hij trots op jou is. Hij kijkt deze serie ook, dus. Ja, dan is het helemaal mooi. Ik ben Korzel. Nee, Kwast. Je bent Kwast. Ja, ik heb trouwens even zitten na te denken. Het spel is na deze spreuk niet lang meer. Nee? Nee, want je gaat na deze spreuk ga je de spinnen doen. En na de spin heb je de slang. Nice. Dus wij zijn bijna klaar. Lekkering, zoals Nando zou zeggen. Ja. Oh, de bloederige baron. Het. Oké, ik moet er nog één keer. Oh, je bent gedood. Ik vond dat een avada kedavra was. Nou, vidikidivi. En ibidikidivi. En dat was hem. En dat was Gargoyle nummer 3. Hallo? Oh, daar. Ja, je hoeft zo meteen niet op te passen, het is maar één prefect. Auw. Dus daar kom je nog goed weg, het is maar één prefect dus. Oh, het zijn er twee. Zijn het er twee? Ja. Auw. Echt, die... Liggen. Ik heb een tovernaarskaart. Ik heb een toverboek. Niet een toverboek. Oh, ben jij hier ook weer... Het zijn wel meerdere prefects, hoor. Ik heb nou al een derde gevonden. Oh, ik had hem één gezien. Number 43. Tenminste, op mijn route was er maar één. En we hebben Incendio. Hey, vuile bitta. Oké, wacht. Wacht, moet ik met dit die deur open gaan krijgen? Het is een grapje, zeker. Ja. Sancho Mingo! die kon je niet beter timen, dat is. Oh, mag ik die hebben voor mijn TikTok? Ja, natuurlijk. Nu moet je hem wel sturen. Als je TikTok geüpload hebt, moet je hem wel sturen. Ja, ik weet alleen niet wat voor mijn TikTok het allemaal is, dus... ik heb nog nooit een TikTok gemaakt. Ah, moet ik hem op TikTok doen? Ja, voor mij mag je. Zeg, jij hebt er iets meer ervaring mee als ik, dus Oké, top, ik ben er door. Oh, ik weet al dat ik daar heel veel plezier aan ga beleven, aan dat stukje. Als ik daar überhaupt ga komen. Oh, ja. Oh, wat is het? Was het een glijbaan? Ja, een glissebis. Oh, nee, dit is... Nou, dit stuk is echt gewoon kloten wat nu komt. En dat meen ik oprecht. Want dit moet je getimed doen allemaal. Wacht, die dingen horen toch naar beneden te kunnen? Wacht, hè? Mis ik iets? Ik ben geraakt. Nee, ik wil zeggen, die dingen horen toch... Oh ja. Dat was het hem. Incendio. Nou, ik word er al door twee tegelijk aangevallen hier. Oh ja, één verliest house points. Ja, die house points kunnen nog gestolen worden, letterlijk en figuurlijk. Ja, begrijpelijk. Oké, wacht. Die staat uit op één plek. Ik word meteen in de fik gestoken. Ik kan naar boven toe. Oké, dan moet ik alleen even kijken welke kant uit staat. Oké, deze kant staat uit. Dus dan is het incendiootje. Zo moet je hem spelen. Incendiootje hier. Zie je dat? Hoe doe je dat? Met de C-stick. Oh, de C-stick? Nee, niet. Ja, de C-stick. Weet je wel, die andere. Ja, ik weet het ook heel bedoeld. Andere ding. Oh, misschien werken alle dingen wel zo. Alle sneak missions.
Er zijn klaar met sneak missions en dan kom ik er opeens achter dat het zo werkt. Zul je altijd zien? Kom op, Harry, je bent er bijna. Misschien wil Harry wel ruilen. Hè? Misschien wil Harry wel ruilen. Hey Harry, wil jij ruilen? Het voelt wel leuk dat jij daarmee kan spelen. Oh, ja. La, 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 la. Zo, en beam. Oké. Vuurkrab, waar ben je? Daar ben je. Liggen, sterf, pleuris op. Liggen en sterf, wow. Als liggen al niet genoeg was, moest hij ook nog sterven. Ja, dat is zo moe van die hele vuurkrab, joh. Als ik dit stukje terugvind tijdens het kiezen van een titel, dan noem ik de aflevering Liggen en Sterf. Harry, dat wil ik wel eens zien dan. Dan ben ik wel benieuwd. Je staat nog steeds in de mogelijkheid voor een Queen Sweep. Oh, ik wil zeggen, die clean sweep, weet je, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Wil je straks 8-0? Dat zou wel heel pijnlijk zijn. Nou, ik ga er niet van uit, maar... Je weet maar nooit hoe dit soort dingen kunnen lopen. Oh, ik moet omhoog. Oh, wacht, kan ik hem niet gewoon einde dag? Nee, want 7, 1 en 2, dat is echt gewoon lakbeest. Wacht, ik had toch die... Oh. Oh. Wacht, ik heb de verkeerde... Ja, ik moest wel deze kant hebben. Ik liep helemaal... Ik heb de verkeerde dingen op aansteken. Oh ja, wacht. Dat was eerst in de fik steken. Hey, daar liep ik zelf tegenaan. Slytherin. En dan nog een goede flapendo. Harry, ik wil zeggen, laat de camera alsjeblieft meewerken, voordat ik zo meteen helemaal agressief word. Oh nee, niet heel agressief worden. Kom op, Harry. Don't become aggressive. Ja, nee, Harry zat gebukt! Oh, Harry was gebukt tegen dat klote ding. Hallo Ron, what's the flush flirt in your class? Charms from Flitwick. Volgens mij leren wij Incendio bij de Charms van Flitwick. Ja, dat klopt. Dat krijg je inderdaad bij Flitwick. Huh? Hoppatee. Nou, natuurlijk in één keer. Huh? Nou, dit is mijn tweede poging nog. Sst. Huh? Ja, maar weet je wat het voordeel is, Milan? Nee, wat is het voordeel? Dat jij gaat daarheen. En ik ga daar weg. Hallo Flitwick. Hallo. Hoe maakt u het op deze mooie dag? Fucking slecht. Fucking hell! 40 house points. Last is missed. Oh, oh nee! Natuurlijk. Ik wilde iets zwerkballen. Nu moet je tegen de blauwe loser boys. Hoe durf je? Ze worden sowieso gesponsord door PlayStation 5. Tolste sponsor. Do you understand, Mr. Potter? No, professor, I do not understand a thing. And then you are very stupid. Oh no. Oh no. Oh no, he called me stupid. Our table, it's broken. Oh no. Beam. Beboozled. Oh, ik heb de... Oeps. Oh heb ja, jij oeps? Mag nu lekker daar... Oh ja, ik had me trouwens vergist, het zijn maar 3 girls. Oh. Je hebt die en dan die 2 naast elkaar. Ja.
Ja, het is maar een klein veldje, dus je moet wel goed oppassen. Mag ik naar buiten? Yeah. Oh, ik hoopte hem zo hard te sweepen. Dat viel vies tegen. Ik had hem bijna in één keer gesweept. Oh, dat is jammer. Dat is oprecht jammer. Nou, ik ga weer zwerkballen. Doe jij even zwerkballen. Ik moet zeggen, wat mij gelukt met snijvangen is nooit echt een ding geweest. Dus Laten we dat zo houden. Oh. Nou, eens kijken tegen wie ik mag. Oh, ik mag inderdaad tegen de Blue Boys. Ja, hij zei het net. Plank. Nou, god dang it. Oké. Okay. We zeggen, Ravenclaw, ik moet voor jullie winnen deze keer, maar toon geen genade bij Milan, alsjeblieft. Oh, 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 oh. Oké, okay, was dat een teken van ja? Want ik ben ineens vol tegen me aangebutst. Auw, ik word gewoon geraakt. Er zit een beuker achter mij aan. Ik werd bijna gespankild, maar toch, ik heb hem gekild. Ik wil zeggen, die beuker zit gewoon om mij te jagen, joh. Ik snap het wel. Dobby, ga fietsen stelen. Ga fietsen stelen? Auw, er wordt alleen maar tegen me aangepeukt. Dan zijn het Ravenclaw-spelers niet, nee, dan zijn het niet die beukers wel. Wat, waar is die? Daar. Ah, mooi gedaan, Alicia Spinet. We staan 40-0 achter, maar toch. Oh. Ieder bewijs maar hoe goed de Blue Boys zijn. Huh? Hey, niet meteen zo gaan doen, hè. Waar is de snij? Oh, daar. Oh, Harry is dood. Harry! Jij vuile bitta! En ik crash weer tegen iemand, oké. Okay. Oh. Zo, dit gaat helemaal fout, dit. Oké, okay, Cho Chen begint mij gewoon in te halen. Sterker nog, Cho Chen heeft mij ingehaald. Check. Omdat ik alleen maar geraakt heb door die tyfusbeukers! Ze hebben goed naar mij geluisterd toen ik de instructies gaf om tyfusbeukers op jou af te sturen. Oh, is dat wat er aan de hand is hier? Ja, ik had wel specifiek gevraagd om tyfusbeukers. Gewone beukers zouden niet volstaan. Er staat letterlijk dead... Aan de kant, Joe. Ik moet dat langs. Ik vlieg verkeerd. Ik vlieg helemaal verkeerd. Waar is dat ding? Oh, echt. Ik ga deze wedstrijd nog verliezen ook. Joe is er gewoon bijna. Joe. Ja, ik hoef niet te winnen, dus dat scheelt. Als je verliest, gaat de story gewoon door. Beetje jammer. Oh, ik mag hem vangen! Ha! 500 tegen 70. And that's how we do it. This is Milan. How we do it. Milan, ik ben wel echt teleurgesteld in Hufflepuff. Nee. 290 tegen 20 tegen Zwadderich. Tja, je moet wat mee, Leen. Ja, ze hebben gewoon met 270 punten verschil verloren, joh. Nou, je bent bijna bij het boek. Je loopt verkeerd. Moet ik daar niet heen? Nee! Je moet door het middenstuk heen. Nee! Ik ben dood. Zeg maar, hij zat ook echt gewoon op jou te wachten om hem te zitten. Wat een vuile schildpad. Hij is niet eens schoon, hij is gewoon vuil. Oh. Kijk, ik ga weer mijn bedje in. Bakery. Inderdaad, Nando. Dankjewel voor het helpen. Nando. Oh, ik heb 300 puntjes. Oh, hoeveel heb ik er?
331. Lekker, man. Oh, Ravenclaw blijft op hetzelfde punt staan, oké. Sadari heeft een 300, oké. Hey, hoeveel vet geen punten erbij? Zit daar nog steeds op 200. Milan, advies. Loop alvast naar de deur toe en pak dan de linkse en de rechtse ervan. Want de deur gaat ondertussen dicht waar je doorheen moet. Wow. Want die, die gaan dan uit voordat jij er bent. Oh, oké, ik mag weer naar Jammerende Jenny. Ja, het looks like an old diary. Ja. Hoe vaak moest jij nablijven, Ron? Nou, ik heb het boek van Voldemort. Goed zo. Ik ben trots op jou. Ja. Ja, allemaal blank. Oh, hij schrijft niks op. Ineens was een hallo Harry Potter. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Hey, hoe gaat het met jou? Hè? Wacht, hoe werkt dit? Ja, het zit aan twee kanten. Moet je, aan allebei de kanten heb je zo'n pilaar die naar beneden moet. Die moet je dan precies zo afstellen op elkaar. Ja, ja. Auw. Oh. Evening, Hagrid. Evening, harige Ingrid. Monsters don't make good pets. It wasn't him. Dat zeggen we altijd. It wasn't him. Ja, Harry, we gaan naar Hagrid. Ik heb alweer in de gaten dat ik dit geen leuk lijntje vind. Hé, hey, hij is alweer naar beneden. Wat? Ja, je moet een goede incendio afschieten. Oh, een goede incendio en een goede flipendo. Kom op, opschieten, Harry. Ja, ik denk dan wel dat je het haalt. Ja, kijk. Au. Oh. Ja, je moet de andere kant ook nog. Kut. Je moet helaas allebei de kanten. Is nu één kant wel gedaan al of niet? Als je doodgaat, weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen om eerlijk te zijn. Nou, eens kijken of ik bij haar Ingrid kan komen. Doe dat maar eens. Oh, ik had hier wat prefects verwacht. Ja, ik mag nu lekker naar Aragog. Oh, nice. Ik had weer mijn favoriete sprong. Oh. Wacht, ik moet Hagrid's hut hebben. Tijd is bijna op één. Herbology. Ja, dit is vliegles. Ik moet volgens mij Forbidden Forest hebben. Ja.
Tijd is op. Ik zit in cutscene. Nog even niet, ik wacht wel even op jouw cutscene. Huh. Ik wacht wel even op je cutscene, want je scene die is zo kut. Ja. Oh, daar hebben we morgen. Lucius. Moet je ook vechten tegen Aardigoog? Ik denk het wel, hè? Ja, we moeten wel tegen vechten. Leuk. Ja. Oh nee. Pac-Man is geschorst. Lekker. Oké. Wacht, ik mag trouwens gewoon verder spelen als jij. Ja, ik wil zeggen, jij mag gewoon doorgaan, hè? Vuile kutkrap. Druk gewoon, dank u. Thank you very much. All they have to do is follow the spiders. That bepale I zelf wel. Oké, Hagrid ziet mij gewoon. Tuurlijk, Hagrid is een smarty pants. Hagrid gooit ook gewoon naar zijn sleutel. Hagrid gooit ook gewoon ineens een sleutel op de grond. Zo is Hagrid. Hagrid is jouw mattie. Die fixt die shit voor jou. Ja, maar ook echt gewoon letterlijk waar Lucius bij staat. Oh, ik heb weer gefuckt. I fucked up again, lagering. Zo, dat is een groot sleutel. Oh, dat is de sleutel van zijn tuintje. Ja, ja klaar. Mijn is klaar. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.